Goedemorgen! Het is maandag en vandaag heb ik op de planning, geloof het of niet, mijn nagels. Ik heb een afspraak voor mijn voet in mijn handen, dat ga ik zo meteen doen. Ik neem mijn laptop mee, want ik ga de hele dag werken aan het boek. Dat is de planning voor de dag. Oh, en vanavond gaan we met Max en Marije gaan we Temptation kijken. 3 afleveringen, geloof ik. Spaar het een beetje op. Ik doe echt minimale make-up op. Minimaal, dus alleen BB cream met SPF. En ik denk even mascara. Zo. Dus dat is de planning van de dag. Oeh, ik doe vandaag bruine mascara op. We gaan voor Supernatural. Deze is echt zo nice. Kijk even naar het verschil. Dit is Dior Show Pump and Volume. Voor mijn mini wimpertjes. Echt heel nice. Maar ik heb nu dus de kleur 695 gebruikt. En dat is een bruine tint. Kijk. Dit is mijn look of the day. Ik heb een outfitje aan van Meshki. Dus de joggingbroek en zo'n hemdje dat erbij hoort. En dan heb ik even deze slippertjes aan van Boel. Want de pedicure. En dan heb ik mijn grote Dior tas, want laptop gaat mee. En ik vind dit echt de lekkerste pakjes ever. Dit is zo chill. Zoals ik wou dat ik hierin kon leven. De geur die ik opdoe is... Oeh, Versace heb ik op gehad. Oh, en ik heb een nieuwe sieraden party om. Zo. En ik heb deze ook weer eens in. Yeah. Oh yes, plekje voor de deur. Iedereen, serieus. Ik ben de enige op de wereld die de Kinkerstraat geweldig vindt. Laatst ook al vrienden die echt zo van... Nee, het is echt verschrikkelijk daar. Ik dacht echt, why? Ik hou van de Kinkerstraat. Ik ga voor cream puff. Zoals altijd, dat is mijn go-to kleur. C&D cream puff. Oké, pedicure zit erop. Dan gaan we nu voor de handen. Yes. Dit de nagels. Oh man. Dan, het is 6 uur. Klaar. Ik ben even er helemaal in. Want ik zit te denken om... kratje te kopen. Ja, dit gaat niet passen. Om spullen in te doen van de huiskamer die naar boven moeten. Ik denk dat dit hem wordt. Ja. Wat met die stoelen gaat nog soort van... Ook niet helemaal ideaal, maar... Ach. Of ik moet er 2 doen. Eentje voor mij en eentje voor Kreker. Ik wil hem zo doen, bijvoorbeeld. Kan wel. Ik krat hem mee naar boven. Zal ik het doen? Of wil hij groen? Ik ga het hem eens vragen. Oh my gosh, het is druk. Oké, ik heb nog heel veel bij de HEMA 2 kratjes gehad. Wat snacks, brood. Oké, 7:10. Om 7 uur zijn Max en Marije er. En dan gaan we gezellig Tempa kijken. We hebben bezoek. En we hebben pizza's. Ja. We komen alleen voor de pizza. Oké, we gaan nu Temptation kijken. De katten zijn een soort van strijd aan het aangaan met de buurtpoes. Model Nies. Oh, ze liggen zo cute. Kijk hem nou. Kijk nou. Oh. Jongens, het kratjesysteem. Foefs spullen. En ik heb hier mijn dingen en die gaat mee naar boven. Ik laat die van hem nu op de trap staan. Foef, die krat die moet je zo meenemen, oké? Oké, we gaan het gewoon proberen. Maar ik vind het wel leuk. Kijk, je kan ze ook stapelen en zo. Nu zit er weinig in, maar normaal zit mij er ook voor. Ik heb gewoon mijn handtas ook hier. Dus deze laten we staan. Dan gaan we naar boven. Oké, tot later. Dag! Tot dag. Ja. Oké, het is tijd om naar bed te gaan. Ik zweep me kapot. Ik weet niet, want het is met heel warm in ons huis. Terwijl het op 17 graden staat. Dus I don't know, maar... Oh. Oké, morgen bodyfix met mijn moeder wat leuks doen. En ASMR video opnemen voor zaterdag is mijn idee. Want mijn nageltjes zijn net mooi gedaan. Dus kan ik het mooi doen. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Wel trusten, bedankt voor het kijken. Tot morgen.